De medewerkers en journalisten van het dagblad De Ware Tijd zijn een paar dagen terug opgeschrikt door een brief van de aandeelhouder en eigenaar Steve Yongqing Fa. In dit schrijven wordt aangegeven dat hun arbeidscontracten niet meer worden verlengd. Bondsvoorzitter Robbie Narendorp zegt in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst niet te weten over welk contract de directeur praat. De mensen die een schrijven hebben ontvangen zijn al 10 tot 20 jaar in dienst bij De Ware Tijd, verduidelijkt de bondsvoorzitter. Als hij dus vaste arbeiders, mensen die vast in dienst zijn, beschouwt en ook als zodanig besoldigd als te zijn freelancers, dan deze gedachte zal mij niet verbazen. Maar hebben de mensen nooit een vaste aanstelling ontvangen? Die mensen zijn in vaste dienst. Mm-hmm. Maar zo is die handelwijze van deze meneer. Maar geeft hij ook een reden op? Nee. Dus plotseling hebben de mensen dus een schrijven ontvangen. 2-3 regels. Je mag geen 3 regels zelf, waarin hij aangeeft dat hij de arbeidsovereenkomst niet gaat verlengen indien dat het geval mag zijn, zou het onder andere voorwaarden zijn. Ik weet niet over welke overeenkomst hij praat. Narendorp geeft verder aan dat het niet de eerste keer is dat de bond overhoop ligt met Yongqing Fa. Praktisch alle instituten van het ministerie van Arbeid zijn afgelopen om veranderingen in de arbeidssituatie van de leden te brengen. Narendorp zegt gisteren te hebben vernomen dat Ben Halfhide niet meer de vertegenwoordiger is van de directeur, maar zijn secretaresse. Het is volgens de bondsvoorzitter duidelijk dat de aandeelhouder het op een confrontatie aanstuurt. Een voorbeeld hiervan is dat hij de afgelopen maand gelden van het personeel heeft ingehouden. De journalisten die hebben een KPI, dat heeft hij gewoon ingehouden, zonder vorm van proces. Mm-hmm. Dat heeft hij afgelopen maand ingehouden en vandaar dat dus besloten is om in elk geval procedure aan te gaan tegen deze meneer. Om te voorkomen dat hij eind komende maand weer geld uit inhouden van de werknemers. Los van die KPI heeft hij ook van het salaris van de mensen. Heeft hij gelden ingehouden, ja. Zonder een verklaring. Ja, ja. Maar als ik zo naar u luister, dan lijkt het echt op spits drijven van zaken. Zeker weten. Zeker, en dat is niet vandaag hoor. Mm. Als we dus kijken naar die handelingen van die meneer in de afgelopen jaren. Ja, en het lijkt alsof het niet vlot genoeg gaat. Dus hij gaat het opvoeren. Mm. Ja, hij gaat het opvoeren, want een werkgever die niet gestoord is, sorry dat ik het zo formuleer, ja. Gaat niet van de een op de andere dag gewoon gelden inhouden van werknemers. Precies. Hoewel men weet in welke situatie de mensen het nu verkeren. Weet ja. Hoe lang we dus de arbeidsvoorwaarden van de werknemers niet hebben kunnen corrigeren. Gewoon door het gedrag van die meneer en dat hij dus steeds toezeggingen doet. En hij komt ze niet na. En hij blijft daar in Canada. En wanneer hij zin heeft, dan komt hij even, een week, 2 weken. Narendorp zegt gisteren te hebben vernomen dat Ben Halfhide niet meer de vertegenwoordiger is van de directeur, maar zijn secretaresse. Voorzitter van de bond bij De Ware Tijd, Robbie Narendorp, daarnet. Volgens hem is de bond bezig deze case juridisch aan te vechten om te voorkomen dat de eigenaar aan het eind van deze maand weer de gelden van de medewerkers inhoudt. Vooralsnog zijn zowel de medewerkers als de journalisten normaal aan het werk.